Hallo allemaal. Les 22. We gaan nog even verder met mozaïeken maken, maar dan op een andere manier. Ook het mozaïek maken op een andere manier. Hoe gaan we beginnen? We gaan beginnen om 8 foto's te openen. En ik heb ze voor mij al klaargezet in het mapje, dus ik kan ze in eentje pakken. Dat scheelt tijd met het maken van het filmpje. En als ik 8 foto's geselecteerd heb, 2, 4, 6 en 2 eronder, gaan we hier rechtsbovenin naar maken. En we gaan naar een fotocollage. Nu zal je zien dat de computer even bezig is. En die is bezig met het maken van lagen, laagmaskers en foto's plaatsen. Daarom duurt dit even. Ik zal jullie ook zometeen laten zien wat er gebeurd is als je dit programmaatje aanzet. Nou, hij is er alweer bijna. Zo te zien. Nou, nu zien jullie de collage. Maar ik vind dit model niet mooi. Want ik wil hem rechtop staand hebben. En dan heb ik twee mogelijkheden. Of ik heb hem met versprongen, een grote en een kleine foto. Of ik heb hem, zeg maar zoals dit, maar dan met scheve lijnen. En ik vind die met die scheve lijnen wel leuk. Dus die klik ik aan. En nu gaat hij weer opnieuw beginnen. En het aanklikken doe je door dubbelklikken op het op de foto hier rechts. En nu hebben wij dit staan. Nu gaan wij naar opslaan. En ik noem deze even bloem 2 bij mij. Met bloem 2 met frame. En die sla je op als een PSD bestand. Een Photoshop bestand. Ja. En die zet ik voor mij even makkelijk op mijn bureaublad neer. En ik ga naar opslaan. Nou, als dat klaar is, kunnen we deze sluiten. En je hoeft hem niet nog een keer op te slaan. Nee, dat hoeft niet. En deze foto's kunnen we ook sluiten. Dat kan je doen hier op alle kruisjes drukken. Wat ook kan is naar bestand gaan. Alles sluiten. En weg is het. Nu gaan wij naar openen. En gaan wij openen een onlangs bewerkt bestand. Dus je gaat naar bestand. Onlangs bewerkt bestand openen. En de bovenste, bloem 2 met frame, daar zal hij staan. En daar heb je de foto. En hier rechts zie je dus alles wat hij gedaan heeft. Dus laag gemaakt met een laagmasker en de foto geplaatst. En dat heeft hij dus 8 keer gedaan. Maar dit vind ik gewoon heel erg irritant om zo te werken. Dus ik ga hier op de bovenste staan. Ik druk op mijn rechter muisknop. En ik zeg 1 laag maken. Zo. Dan is het allemaal wat overzichtelijker. Nou, als we hier aan zijn, dan gaan wij hier een nieuwe laag maken. En die laag die gaan we even wit maken. Dus ik klik even hierop. En zodat de witte in de voorkant staat. Ik zet deze even uit. Ik pak mijn emmertje. Ik maak deze laag helemaal wit. Nu gaan we hier naartoe. En ik wil de achterkant. Er staat een achtergrond op, maar die wil ik even naar laag 0 maken. En je drukt op OK. En nu kan ik deze verplaatsen naar hierboven. Dus laag 1 en dan laag 0 erboven. Als je hier laat staan, background, krijg je hem er nooit boven. Dus altijd even de naam veranderen naar laag 0 of laag 2, mag ook voor mij. Nou, dan gaan we nu even beginnen. En om te beginnen gaan we met deze foto gaan we verkleinen. Ik zal deze het emmertje weghalen, kan er niks misgaan. We gaan de foto verkleinen. Hoe doen we dat? We gaan naar afbeeldingen, vergroten, verkleinen, afbeeldingsgroten. En je ziet hier 1200 pixels bij 1800 pixels. Dus ik ga naar 600 en dan zien jullie dat deze automatisch meegaat. Zorg dat deze drie allemaal aanstaan.
En deze 2 moet dan op inches staan. Dat is voor, ja, werkt het makkelijkst voor mij. 2 bij 3. En dan heb je hier onder bicubus scherper voor meest geschikt voor reductie. Die moet je aanklikken. En je drukt op OK. Nu zien jullie dat dit verkleind wordt. Nu gaan we nog een keer naar afbeeldingen. We gaan op grootte verkleinen. We gaan nu onze achtergrond, zeg maar, onze canvas, die gaan we vergroten. En die staat op 600 bij 900 nu. Dus die gaat naar 1200. En dan zet je hier pixels neer. Naar 1800 pixels. En we zetten hem links onderin. En we drukken op OK. Nou, als je dit nu ziet, dan gaan we naar de bovenste laag toe. Dan gaan we op de rechtermuisknop drukken en we gaan deze laag dupliceren. Ik heb het verplaatsingsgereedschap geselecteerd en ik trek deze naar boven toe. Nu zien jullie dat hier tussenin een beetje een wat grotere witte lijn staat. Dus je selecteert er een en dan met het pijltje naar beneden trek je hem mooi er tegenaan. Zodat de naadjes een beetje overeen komen zoals je het had. Als je dat gedaan hebt, pak je de bovenste laag en de laag de tweede met shift ingedrukt. Dus dan heb je ze allebei geselecteerd. En je gaat hier één laag van maken. En deze laag gaan wij nog een keer dupliceren. Nou maak ik een fout. Ik ga even terug met Ctrl Z. Met deze en deze geselecteerd. Gaan we lagen verenigen. Sorry, ik maak ook een fout. Nu zien jullie dus nog steeds die achtergrondlaag en die bovenste laag. Deze laag ga ik weer dupliceren. Ik pak het verplaatsingsgereedschap en ik trek deze naar links toe. Nu zien jullie hier in het midden weer een witte streep staan. Ik heb het pijltje naar links. Trek ik die er mooi tegenaan. Dan ga ik deze en deze weer met shift samenvoegen en lagen verenigen. En zo hebben we dus al een grotere foto. Nu kan je de volgende bewerking zou je eruit kunnen laten, maar wat je nog zou kunnen doen is bijvoorbeeld naar filter gaan, vervormen en je gaat naar bol. En dan heb ik hem nu op 100% staan, maar ik kan hem ietsje reduceren. Ik ga hem nou eens voor de helft zetten, eens kijken hoe dat eruit komt te zien. Ik druk op OK. Nu zien jullie toch weer een beetje die bol erin verschijnen. Dat zeg ik, deze handeling kun je er ook uitlaten. Is niet verplicht. Maar ik vind dit wel wat hebben. Nu, als ik dit gedaan heb, zorg dat ik de bovenste laag geselecteerd heb. En ik ga naar afbeeldingen. Ik typ hier rechts op typen en hier naar vormen en ik ga eens een mooie bloem uitzoeken, maar je kan ook een appel gebruiken, een ananas gebruiken, een berg gebruiken, je kan het zo gek niet verzinnen op, maar probeer wel een beetje ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje grotere dingen te gebruiken zoals dit, de tulp. Kijken of er nog meer in zit. Ik vind die tulp wel erg leuk. Eens kijken wat er nog meer in zit. Ik ga er even wat sneller doorheen. Een eentje. Een hartje kan ook nog. Leuk voor sneeuwfoto's. Een sneeuwvlok. Maar ik denk toch dat ik voor die tulp ga. Ik ga nog heel even kijken. En we gaan terug naar boven naar de tulp. Ik zet hier nog iets boven. En we klikken op deze. Nou, hij heeft de voorgrondkleur wit gekregen. Dat vind ik prima. Ik ga deze lekker vergroten. Maar dat hij nog wel een beetje binnen mijn kaders past. En een tulp, die mag ook best wel wat langer zijn. Ze zijn allemaal niet zo
Als ik klaar ben, druk ik op het groene vinkje. Nu we dit gedaan hebben, gaan we terug naar lagen. Ik hou de Ctrl key ingedrukt. En ik klik op deze thumbnail hier rechtsboven van vorm 1. En nu zien jullie dat deze laag geselecteerd wordt. Ik wil ook alleen maar de afbeelding van die tulp wil ik selecteren. Dat wordt dan automatisch gedaan door die manier. Ik ga nu naar één laag naar beneden toe. En ik druk op het laagmasker. En dan zien jullie dat ik hier de tulp krijg in de vorm van een laagmasker. Ik kan de bovenste uitzetten. En nu zien we hier een hele rare achtergrond. Hier is hij wit, daar is hij doorzichtig. Nou, dat gaan we even oplossen. Door op deze te staan. We pakken het emmertje. En we klikken hier gewoon in. En nou is de hele vorm helemaal wit. De tulp zit erin. Met alle elementen. Nou, nu kun je de foto verder gaan bewerken op allerlei manieren. Je kan hem op die witte achtergrond houden. En bijvoorbeeld even kijken, was dat die? Verbeteren niet, filter, nee. Was dat? Ik ben hem even kwijt, jongens. Laag, hier, laagstijl. Dan ga je naar laagstijl, stijlinstellingen. Je kan de foto een beetje schaduw geven. En met grootte. Nu zien we niks gebeuren. Omdat ik deze even op 135 ga zetten. Dan komt het licht eigenlijk hier uit de hoek, zo een beetje. En dan zal ik de dekking even omhoog gooien. En jullie zien eigenlijk dat er niks gebeurt. Hoe komt dat? Nou, dat zal ik jullie uitleggen. Dat komt omdat ik op de verkeerde laag zit te werken. Ik werk namelijk op deze laag. En op die witte laag, daar kan ik geen schaduw geven. Dus ik ga terug naar de tweede laag. Ik ga naar laag toe. Laagstijl, stijlinstellingen. Ik druk weer op 135%, zet ik deze. Een slagschaduw. En als ik hem nu ga verplaatsen, kijk, daar komt hij er wel onder vandaan. Met de dekking kan ik hem donkerder of lichter maken. Ik vind hem altijd een beetje, ja, er nog een beetje licht achter komt, vind ik hem mooi. En met de grootte bepaal ik hoe die vervaagt. Ik zie ook dat de foto eigenlijk een beetje loskomt van de achtergrond daardoor. Als je daarbij klaar bent, die vindt het goed, dan druk je op OK. Wat je ook nog kan doen, je gaat terug naar afbeeldingen toe. Typen en dan ga je naar vormen en dan zeg je achtergronden. En je zet er een andere achtergrond achter. Nou, eens kijken of we een beetje met een gras of met rug te hebben, molentjes. Nou, bijvoorbeeld deze kun je ook gebruiken. Jullie zien hem niet gelijk verschijnen, dat klopt, want ik ga nu naar lagen toe en ik heb nu twee achtergronden. Als ik de witte uitzet, dan krijg je zo een achtergrond. Waarvoor je bijvoorbeeld kan je hier. Je kan het nu zo gek gaan maken als je wil. Hè. Je kan naar je penseel gaan. En dan selecteer ik hier penseel. En dan zal ik even kijken welke moet ik daarvoor hebben. Artistic brushes. Ja, dat wil ik wel opslaan. Assortiment. Dan zoek ik even mijn penseel met mijn vlindertjes bijvoorbeeld, maar ik weet even voor mijn god niet waar die onder zit. Penselen voor speciale effecten, waar moet die toch volgens mij onder zitten? Oh kijk, daar komt die. En dan zoeken we even de vlindertjes. Kijk, dat zijn deze. Ja. Dan ga ik even kijken hoe groot dat is. Met de rechter haken kun ik hem vergroten.
En ik geef hem ja, een leuk kleurtje mee. Dus mijn volgende kleur ga ik even, nou zal ik er een rood vlindertje in zetten. Oké. Er zit hier een leuk rood vlindertje in. Maar waarom wil ik mijn vlindertje niet geven? Omdat ik hier naartoe moet gaan. Alleen vergroten, maar ik ben even aan het nu even zelf aan het zoeken. Waarom krijg ik mijn vlindertje niet in? Even kijken, heb ik mijn verkeerde instellingen staan? Nee, ik heb hem goed staan. Modus normaal. Nou, nu kun je het natuurlijk zo gek maken als je zelf zou willen. Ik ga deze even uitzetten. Ik ga op mijn achtergrondje werken. En ik ga naar het penseel toe. En ik selecteer hier penselen voor speciale effecten. En ik scroll naar beneden. Ook het vlindertje zie. Daar dubbelklik ik op. En ik ga een beetje spelen met de grootte. Ik zet daar een vlindertje neer. Kijk, het mag allemaal best een beetje. Het hoeft niet allemaal precies binnen de lijntjes te staan. Alles wat je niet ziet, zeg maar, wordt toch overmaskerd. Dus klik maar gewoon een end weg en kijk. Ja, en je kan het nu natuurlijk zo gek mogelijk als gaan doen als je wil. Maar dat is gewoon een eigen smaak, eigen keuze. Ik vind dit niks, dus ik haal deze laag gewoon weg. En ik zet de witte laag weer aan. Ik vind het toch wel mooi met die witte schaduw. Leef je uit. Maar je ziet wat er nu mogelijk is met een andere manier van een maken van een. Nou, we krijgen het woord er niet in. Fotocollage. Heel veel succes ermee.